krijg de laatste tijd heel veel vragen wat je nou precies kan doen tegen koude voeten in de winter. Het is iets waar ik zelf heel veel last van heb. Ik durf te wedden heel veel van jullie ook. Dus ik ga vandaag met jullie behandelen hoe je dat kan oplossen. Kijk maar eens mee. Eén ding waar ik zelf persoonlijk altijd last van blijf hebben, en dat zijn koude voeten. Hoe los je dat nou precies op? Het lijkt heel vaak zo te zijn dat als je voeten koud zijn en je doet een extra paar sokken aan, dat ze niet warm worden. En daar is eigenlijk een vrij simpele oplossing voor. Je moet namelijk, net zoals bij je handen, moet je voeten de tijd gunnen om zichzelf warm te laten worden. Dus heb je koude voeten, trek niet eerst sokken aan, maar zorg ervoor dat je voeten warm zijn voordat je de sokken eroverheen trekt. Dat is nummer 1. Nummer 2. Nu denk je vast van, ja, hoe krijg ik mijn voeten dan precies warm? Dat is eigenlijk vrij simpel. Een voetenbadje nemen. Nu zeg ik wel tegen iedereen, voordat je dit doet, leg je voeten niet in warm water neer. Want op het moment dat het temperatuurverschil te groot is, kan je net zoals bij je handen, kan je wintertenen ontwikkelen. En dat is hartstikke vervelend, want de kans is heel erg klein dat je daar ooit nog vanaf gaat komen. Neem dus altijd, als je voetenbad neemt, een koud voetenbad, zodat je voeten weer op temperatuur raken. En dan kan je de sokken aan doen. Het koude voetenbad zorgt er ook voor dat je bloedcirculatie sneller gaat lopen, waardoor je voeten ook nog eens sneller warm worden dan met een warm voetenbad. Vond jij deze tips nou handig? Geef even een duimpje omhoog. Deel dat met al je vrienden. En heb jij daar nog tips voor ons? Wat je kan doen tegen koude voeten of tegen wat dan ook? Laat het ons even weten en dan nemen wij jouw vraag in de behandeling. Dan nemen wij jouw vraag in behandeling. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig.